Welkom Ram bij jullie maandreading voor de maand januari 2022. Dit is voor iedereen die Ram in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. Het is een algemene reading zoals ik zei, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem mee wat voor jou resoneert en laat de rest vooral ook achterwege of voor iemand anders. We gaan beginnen met de tea leaves. Ik wil graag kijken wat voor boodschappen er voor jullie uit gaan komen voor de maand januari. Dat was heel snel. Ik stop ze even terug. De skull. En het bos. Universum. Ik wil graag 3 kaarten uit deze stapel voor de ram. Voor de maand januari in liefde en relaties. 3 boodschappen voor de ram. Januari 2022. Wauw. Januari 2022 voor ram. Universum Ram. Januari 2022 voor Ram in liefde en relaties. Welke boodschap mag er uitkomen? Ram in liefde en relaties. 2 kaarten nog alsjeblieft, Universum. 2 kaarten voor de Ram op het gebied van liefde en relaties in januari 2022. 22. Liefde en relaties. Liefde en relaties. Voor de ram. Ja, dankjewel. Dan wil ik nog 3 kaarten van deze stapel. Drie boodschappen voor de ram in liefde en relaties in de maand januari 2022. Januari 2022 voor de ram. Nog 2 kaarten alsjeblieft, Universum. Voor ram in liefde en relaties in januari 2022. Ja. Ram in liefde en relaties op 2022 in januari. Voor de ram. Nog 1 kaart alsjeblieft. 1 kaart nog alsjeblieft voor Ram in liefde en relaties in 2022. Welke boodschap mag eruit komen? Gaan we kijken welke boodschappen eruit zijn gekomen voor jullie Ram. Als eerste de kat. Dit heeft te maken met een vriend die je hebt of iemand in je omgeving met 2 gezichten. Dus let daarop, in de maand januari, er is iemand die wellicht niet helemaal eerlijk is en die 2 gezichten heeft. Dan hebben we hier de firecracker. Dit heeft te maken met excitement, je opgewonden voelen over een bepaalde situatie. Ja, opwinding in een bepaalde situatie. Dan hebben we de barrel. Je hebt het gevoel dat er iets mist in je leven. In januari. En dit kan te maken hebben met liefde. Dit kan ook te maken hebben met geld. Of ja, doelen die je graag wilt bereiken, maar die je nog niet bereikt. Dus het kan zijn dat je een bepaalde stagnatie of geen vooruitgang ziet in een bepaalde situatie. Dan hebben we een hele mooie energie. Het hart. Hele mooie kaart. Liefde. Diepe affectie. En ja, zorg om iemand geven. Of iemand geeft om jou, of jij geeft heel veel om iemand. Je houdt heel erg van iemand. Dan hebben we de fluit. En dit heeft te maken met een teleurstelling. En dit kan teleurstelling zijn in liefde, maar dat kan ook een teleurstelling zijn in een vriend. En ik heb het gevoel met die ja, vriend wat we hier hebben liggen, met die kat. Iemand die 2 gezichten heeft. Dus het kan zijn inderdaad dat dit betrekking heeft op een van je vrienden. Je bent teleurgesteld. Er zal wellicht iets gebeuren wat je niet hebt zien aankomen. Dan hebben wij de hand. En dit staat voor, mocht je hulp nodig hebben, dan zal er iemand zijn die jou gaat helpen. Iemand die jou ondersteuning zal bieden. Iemand ja, die hulp biedt in een situatie die je niet alleen
kan afhandelen, als het ware. Je wordt beschermd door iemand met de hand. Dus dat is een hele mooie energie. Dan ga ik de tarot erbij nemen. Universum. Ik wil dadelijk 3 kaarten voor de ram. Voor ram, 3 kaarten voor ram in januari. In liefde en relaties. Daarna zal ik 3 kaarten voor jullie persoon willen ontvangen. En 2 kaarten voor de gezamenlijke energie. We gaan het anders doen deze keer. Universum, 3 kaarten voor ram. In liefde en relaties in de maand januari. Ram, 3 kaarten voor de ram. Welke 3 kaarten voor de ram? Dank u wel. Oh, we hebben er al 3. Aas van zwaarden. Tweeling weegschaal waterman energie. Zwaarde 10. Wederom luchtenergie. En we hebben hier de schildknaap van staven. Dit is vuurenergie. Ram, leeuw, boogschutter. Wauw. En onder op het dek. De mooiste kaart uit het dek, Ram. Dus dit is een hele positieve kaart voor de maand januari. En dit is de zon. Heel mooi. Heel erg mooi. Dan wil ik 3 kaarten voor de persoon waar Ram aan denkt. De persoon waar Ram aan denkt, waar Ram een connectie mee heeft in de maand januari. 3 kaarten voor de persoon van Ram. Nog 2 kaarten voor de persoon van Ram. Degene met wie Ram te maken heeft in de maand januari als het komt op liefde en relaties. Ja. We hebben de hoge priesteres. Scorpioen kreeft visenergie voor je persoon. Dan hebben we de 7 van pentakels. Aarde-energie, stiermaagd, steenbok voor je persoon. En we hebben de aas van staven. Ram, leeuw, boogschutter, vuurenergie. Onder op het dek, Ram, hebben wij de 5 van zwaarden voor jouw persoon. Tweeling, weegschaal, waterman-energie. Ik wil graag 2 kaarten. Deze stoppen we terug. 2 kaarten voor de gezamenlijke energie. De gezamenlijke energie tussen Ram en zijn of haar persoon. Nog 1 kaart voor de gezamenlijke energie. Tussen Ram en zijn of haar persoon. Oeh. De zegenwagen. Kreeft energie. En we hebben de magier. Een hele mooie kaart. Onder op het dek. Boogschutter energie met de gematigheid. Ram. In jullie energie de aas van zwaarden. Dit is iets, je wil duidelijkheid. Er komt ook duidelijkheid, heb ik het gevoel, in de situatie. Er komt wellicht iets aan het licht met de aas van zwaarden. Luchtenergie. Dit kan ook een briljant idee zijn wat je krijgt, maar er kan ook iets aan het licht komen. Dat kan ook weer hier met die teleurstelling in een vriend of een geliefde te maken hebben. Iemand die 2 gezichten heeft. Kan zijn dat hierover iets aan het licht komt. Kan zijn dat er een communicatie komt of dat je op een gegeven moment een bepaald inzicht krijgt. Met de 10 van zwaarden heb ik het gevoel, de 10 van zwaarden kan staan voor een pijnlijk einde, Ram. Dus het kan zijn dat je door een pijnlijk einde bent heen gegaan of dat er een pijnlijk einde komt aan een bepaalde situatie. De 10 van zwaarden is je te neergeslagen voelen. Je voelt je verslagen als het ware in een bepaalde situatie. Maar met die aas van zwaarden heb ik het gevoel dat er iets binnen gaat komen of een inzicht of een bericht waardoor je dit los gaat laten. Die 10 van zwaarden is een 10. Een 10 staat voor een einde en een nieuw begin. Dit heeft alles met het verleden te maken. Je gaat het loslaten. Het kan zijn dat die situatie jou heel veel stress heeft bezorgd. Dat je daar constant mee bezig was in je hoofd met die 10 van zwaarden. Iemand heeft je wellicht bewust pijn gedaan. Want je krijgt natuurlijk niet 10 zwaarden zomaar in je rug. En dit kan je heel veel verdriet hebben gekost. En ja, je bent echt door een heel diep donker dal gegaan, heb ik het gevoel. En je had wellicht geen hoop meer. Hoe ga ik uit deze situatie komen? Hoe kom ik uit het gevoel, ja,
dat mijn leven niet op orde is. Of ja, ik kan mijn doelen niet bereiken. Ik hang vast in een bepaalde situatie. En dat heeft alles te maken met je verleden. Met iemand die jou teleurgesteld heeft. Maar er komt dus iets aan het licht. Er komt een bepaald inzicht. Je gaat dit loslaten. Ook dat negatief denken of het alsmaar in je hoofd zit over die situatie. Dit ga je loslaten. Je gaat weer positief naar de toekomst kijken. Want er is weer licht aan het einde van de horizon. Licht aan het einde van de tunnel. Met die schildknaap van staven. Je wil een nieuw begin maken. Dit is iemand die heel erg optimistisch kijkt naar de toekomst. Iemand die in het avontuur wil springen. Iemand die zijn hart volgt. Iemand die heel creatief is en zijn creativiteit ook wil gebruiken om te groeien. En ik heb het gevoel met die zonenergie, ja, jullie willen groeien met de zon. Je wilt duidelijkheid ook. De zon schijnt ook schijnt op een situatie. De zon schijnt, ja, de zon schijnt. Het is het mooiste kader de dek, dus er komt duidelijkheid. Er wordt een licht geschenen op jouw situatie. Die aas van zwaarden, dat is iets, ja, een inzicht. Dat is een duidelijke communicatie. Dingen worden duidelijk, waardoor je die 10 van zwaarden los kan laten en een nieuw begin kunt maken. Iets wat je hart sneller laat kloppen. Iets waar je heel gepassioneerd voor bent. Dit kan zijn een nieuw begin met een nieuwe liefde. Want we hebben hier ook de liefde. Dus het kan zijn dat jullie al liefde voelen voor iemand. En diegene kan voor jou iemand zijn waar je gewoon een toekomst mee ziet. Waar je gelukkig van wordt. Waar je groei mee ziet. Waar je wellicht een gezin en kinderen mee wil stichten. Met de zonkaart in jullie algemene energie. Maar ik heb het gevoel dat jullie van een periode van, ja, het gevoel hebben dat er iets mist in je leven. Teleurgesteld zijn. Verdriet te hebben. In je hoofd te hebben gezeten. Heel gestrest te zijn geweest. Dat jullie nou naar een periode gaan van vreugde. Van geluk. Van groei. Je creativiteit kunnen uiten. Je hart volgen en doen waar jij gelukkig van wordt, Ram. Dan voor je persoon hebben we de hoge priesteres. Dit is iemand die heel intuïtief is. Iemand die op haar gevoel afgaat en op die manier dingen aanvoelt. En haar emoties binnenhoudt. Dus zij uit haar emoties niet. Het is ook iemand die geheimen kan bewaren, de hoge priesteres. Dus het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien. En dat hadden we hier liggen. Iemand die twee gezichten heeft. De hoge priesteres is ook yin en yang, zwart en wit. Balans zien te vinden in het spirituele. De intuïtie, vertelt mijn intuïtie mij het juiste? Dit ligt bij jouw persoon. Dus het kan zijn dat jouw persoon inderdaad niet alles naar jou toe uit, geheimen met zich meedraagt. De 7 van pentakels is een energie van zaadjes die geplant zijn en wachten tot er geoogst kan worden. Wachten in een situatie op resultaat. Dus het kan zijn dat jullie al een tijd lang, ja, geen contact hebben. Of je hebt het gevoel dat er dingen spelen, dingen niet kloppen. Vertrouw daarbij ook op je intuïtie. Met die aas van zwaarden en de hoge priesteres. Vertrouw op je intuïtie, Ram. Als je het gevoel hebt dat iets niet klopt met je persoon. Dat hij of zij niet de hele waarheid vertelt. Je persoon, ja, die is aan het wachten in een bepaalde situatie. En wil een nieuw begin. Met de aas van staven. Wil iets nieuws. Wil een verandering. Wil ook passie met de aas van staven. Dat is een hele, kan ook een hele fysieke kaart zijn. Iemand die zich heel erg fysiek tot jou aangetrokken voelt. Aas van staven. En dan hebben we in de algemene energie van je persoon. Dus de zwaarde 5. Dus dat kan iemand zijn die jou inderdaad dingen achterhoudt, niet de hele waarheid vertelt. Het kan ook iemand zijn die jou probeert te manipuleren. Spelen met jouw emoties wellicht. Spelen met jouw gedachten. Jou op een andere manier proberen te laten denken. De situatie anders laten lijken als dat die is.
Ja, er spelen dingen inderdaad die niet duidelijk zijn. Dit is ook de vijf van zwaarden. Dit is een energie van willen winnen, kosten wat het kost. En daarbij niet denken aan hoe de ander dit ervaart. Niet denken aan de emoties van anderen. Niet denken aan hoe het voelt voor de ander. En met de tien van zwaarden, ja, jullie komen uit een periode van gewoon verdriet. En het kan depressie zijn. Teleurstelling. Iemand heeft je opzettelijk pijn gedaan of gemanipuleerd. En dat, die energie ligt hier bij je persoon met de vijf van zwaarden. Iemand heeft tegen je gelogen, je gemanipuleerd. En heeft jou als het ware achtergelaten in die tien van zwaarden energie. De persoon houdt dingen achter. En dan in de algemene gezamenlijke energie hebben we de zegenwagen. Dus beide willen jullie een zegen behalen op een bepaalde situatie. Je wil actie gaan ondernemen. Je wil vooruitgang in een situatie. Je wil letterlijk de stoute schoenen aantrekken of in de auto stappen en op je doel afgaan en succes behalen met de zegenwagen. Het kan ook zijn dat jullie, ja, dat kan ook zijn met een reis. Het kan ook met een reis te maken hebben. Dus letterlijk reizen. En dit zijn jullie beide aan het manifesteren in de gezamenlijke energie. Het spirituele met het aardse verenigen. Al je talenten, al je krachten in de strijd gooien. Jullie zijn beide intelligente mensen. Bij je persoon ligt heel sterk dat intuïtieve met de hoge priesteres. En dit kan ook een trickster zijn, hè, die magician. Dit kan een hele positieve energie zijn, maar dit kan ook omslaan in het negatieve. Dus als jouw persoon hier met die hoge priesteres geheimen voor je houdt en dingen achterhoudt en niet de juiste intentie heeft, dan kan het ook iemand zijn inderdaad die zijn talent in de strijd gooit en ja, een bepaald iets manifesteert door jou te manipuleren. En dit is iemand die heel intelligent is, heel berekenend is en daar goed over nadenkt. Ik heb het gevoel dat deze manifestatie-energie voor jullie op een heel ander vlak ligt. Je wil geluk voor de toekomst met die zonenergie. Je wil een nieuw begin maken. Je wilt doen waar jij gelukkig van wordt. En dat is hetgene wat jullie manifesteren. En jullie, Ram, gaan ook actie ondernemen daarop. En je hebt al lang genoeg geduld gehad met de gematigheidkaart hier. Je hebt water bij de wijn gedaan. Voor je persoon heb ik het gevoel dat hij of zij jou manifesteert dat jij niet verder kan in een bepaalde situatie. En dat hij of zij jou aan het lijntje houdt met die gematigheidkaart hier onder op het dek. Ik heb het gevoel dat op de een of andere manier je persoon ervoor kan zorgen dat je je toch nog gebonden bent aan hem of haar. En niet los kan komen van hem of haar. En dat kan door manipulatieve spelletjes te spelen. Mind games heb ik het gevoel met die magier en de hoge priesteres. Intuïtief voelt jouw persoon precies aan hoe hij of zij jou kan bespelen, heb ik het gevoel. Maar we hebben die zon hier liggen. Universum, wat is het advies voor Ram? Wat is het advies voor Ram in deze situatie? Wat is het advies in deze situatie voor de Ram? Wat is het advies? Nog één kaart alsjeblieft, wat advies? Advies, Ram. We hebben de geliefden. De geliefde kaart heette vroeger de keuze. Een keuze in liefde. Ik heb het gevoel dat jullie een hele diepe connectie voelen met deze persoon. Een hele diepe band. En daarom ben je ook tot die tien van zwaarden energie gekomen. In een diep dal. Dat heeft je emotioneel heel erg geraakt. Maar er komt een aas van zwaarden. Er komt iets wat jou vanuit het universum overhandigd, waardoor jij een keuze kunt maken. Je kunt een keuze maken in de liefde. Een keuze maken over deze band die jij hebt met deze persoon. En het advies is inderdaad om die keuze te maken en het risico te nemen. De Fool, dit is ram-energie. De geliefde is tweeling-energie. De Fool is ram-energie. Dit is de nulkaart. Hiermee begint en eindigt de grote arcana. Dit is in het diepe springen. Onbezonnen als een kind, niet nadenken. Optimistisch zijn, creatief zijn
En in het diepe springen, een risico nemen. En ervan uitgaan dat je op je pootjes terecht gaat komen. Dat alles goed gaat komen. En inderdaad, dat is het advies. Dus maak een keuze. En durf een risico te nemen. Durf in het diepe te springen. En dan zal die zon komen. Wat we hier hebben liggen. Dit is jullie algemene energie voor de maand januari. Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie? Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie? Een eventuele uitkomst. Nog twee kaarten alsjeblieft voor de uitkomst. Wauw, we hebben al twee grote arcana's. Nog één kaart voor de uitkomst. Oh, en dan komen er twee uit. Zo. De maan. Vissen energie voor de uitkomst. Het oordeel. De kracht. Leeuwenergie. En we hebben de 9 van pentakels. Dus ik heb het gevoel, Ram, dat jullie ervoor kiezen om alleen verder te gaan. En jullie maken een keuze om een sprong in het diepe te wagen, een risico te nemen. En ik denk dat jullie in de liefde, die keuze, wat er gemaakt wordt, dat je niet voor deze persoon gaat kiezen. Je gaat in je kracht staan. Met de krachtkaart die we hier hebben. Het kan je ook heel veel kracht kosten om die keuze, die stap te zetten. En aan jezelf te denken met die schildknaap van staven. En te doen wat jou gelukkig maakt. En het kan heel moeilijk zijn om niet vatbaar te zijn voor de emotionele manipulatie die deze persoon op jou toepast. Maar we hebben hier de maan. Met de maan, ja, dit kan spreken inderdaad van angsten. Voor een bepaald iets. Je hebt angst om het nieuwe in te stappen als het ware. Maar er komt een oordeel. Je gaat een oordeel maken over de situatie. De maan kan ook staan voor onduidelijkheid. Dit kan staan voor geheimen. Je gaat een oordeel maken over de situatie. Je gaat terugkijken naar hoe de situatie daadwerkelijk in elkaar zit. Wat is mijn aandeel hierin? Dit heeft ook te maken met vergeving. Maar dit heeft ook te maken met begeleiding vanuit je engelen, vanuit je gidsen. Dus als het ware vanuit het universum heb ik het gevoel dat er met die maan een licht geschenen wordt op de situatie. Waardoor je in je kracht komt te staan. Waardoor ook die aas van zwaarden hier ligt. De aas van zwaarden is jullie eerste kaart. Dit is duidelijkheid in een situatie. Je gaat die 10 van zwaarden loslaten. En de zon is het resultaat van de keuze die je maakt. Van het risico wat je neemt. Je komt in je krachten staan. En je komt in die 9 van pentakels energie. Onafhankelijk. Je maakt je los, heb ik het gevoel, van deze persoon. Je bent niet meer afhankelijk van deze persoon, mocht dat zo zijn in financiële zin. Want de 9 van pentakels is iemand die heel onafhankelijk is, heel zelfstandig is. Iemand die haar waarde weet. Iemand die hard werkt voor gezin, voor familie is heel erg belangrijk. Iemand die een leuke sociale kring om zich heen heeft. En die eigenlijk zijn of haar leven loopt op rolletjes en je kunt genieten van het geld ook wat je met al je harde werken verdiend hebt. En je bent gelukkig, je bent tevreden. En dat allemaal in je eentje. Want dit is een single energie, de 9 van pentakels. Onder op het dek hebben we de koningin van kelken. Dit is een koningin die graag voor anderen zorgt. En iemand die heel veel liefde te geven heeft. Iemand die heel gevoelig is. En ik heb het gevoel dat dit jullie kaart is. Jullie energie is en dat je wellicht je weer openstelt voor de liefde. Dit is iemand die haar emoties onder controle heeft. Iemand die emotioneel in balans is. En ik heb het gevoel dat jullie inderdaad in die uitkomst, je komt in je krachten staan, je maakt die keuze, je neemt een risico en je komt in je krachten staan. Emotioneel kom je weer in balans met de 10 van zwaarden, een einde en weer in balans komen. En je hebt veel liefde te geven en te nemen. En met die zonkaart kan het wel eens zo zijn, inderdaad, dat er gewoon een nieuwe liefde bij jullie binnen gaat komen op het moment dat je de keuze maakt om weg te lopen.
van deze situatie. Op het moment dat je je oordeel hebt gemaakt, je de kracht hebt om die stap te zetten. Dit is zorgen voor en we hebben hier de hand. Er wordt voor je gezorgd, je krijgt hulp, je wordt beschermd. Dit kan ook iemand zijn die jou helpt in deze hele situatie. Dit kan ook een soort van therapie zijn. Iemand die jou advies geeft in deze situatie. Daaronder hebben wij staven 6, overwinnaar, erkenning vanuit je omgeving. Mensen kijken naar je op, mensen waarderen je. En die 9 van pentakels. Dus dit is een hele mooie energie. Volg je intuïtie vooral. Dit is iemand die heel empathisch is. Iemand die heel intuïtief is. Dit kan ook iemand zijn die helderziende gaven heeft. Dus het kan zijn dat jullie dat ook aan het ontwikkelen zijn. Dus luister naar je hart. Luister naar je gevoel. En maak op basis daarvan inderdaad. Zet op basis daarvan de stappen. En de zon ligt hier in jullie algemene energie. Mooier kan het niet zijn, Ram. En dan ga je door een diep dal. Maar weet, de zon wacht op jullie. En je hebt het gevoel dat er iets mist in je leven. En het kan liefde zijn. En ja, met die koningin van kelken. Ja, er is iemand die heel veel van je houdt. Of jij houdt van iemand. Het is iemand die emotioneel volwassen is. Die veel liefde te geven en te ontvangen heeft. Na teleurstelling zal er, hier hebben we excitement, iets gebeuren wat ja, je heel opgewonden maakt. Dus het kan inderdaad zo zijn dat er iemand gaat komen. Iemand nieuw waarmee je een toekomst ziet en waarmee je een gezin wil stichten of gaat stichten. Kinderen wellicht. Universum, mag ik nog 1 kaart voor de Ram ter afsluiting van deze reading? 1 kaart voor de Ram. Voor januari 2022 liefde en relaties voor de Ram. Voor de Ram, januari 2022, in liefde en relaties. Nou, zo snel wil die er niet uitkomen, jullie boodschap. Maar nog 1 boodschap voor de Ram. Ja. De boodschap voor jullie Ram is discipline. I can accomplish what I set my mind to. Weet, ik kan bereiken wat ik in mijn hoofd zet. Wat jij wil, en dat zijn jullie zeker aan het doen met die magier hier, manifesteren. Let ook op wat je vraagt. En ja, je kunt alles manifesteren, visualiseer het. Zie jezelf al in de situatie waar je graag zou, ja, in zou willen zitten. En dan wordt het opgepikt. En je zult het bereiken en blijf daar ook in geloven. Geloof erin. I can accomplish what I set my mind to. Dus resoneert dit voor jullie? Geef me een like. Vond je het leuk om naar mijn video te kijken? Dan druk op die bel. Kun je zien wanneer ik een volgende video post. Abonneer je op mijn kanaal. En voor degenen die zich al geabonneerd hebben, heel erg bedankt. Ik waardeer dat heel erg. En tot de volgende keer. Dag!